op dit moment gaat het als een trein. Er komen hier heel veel mensen op het ogenblik. Age van Klaveren uit Howard verkoopt nu veel meer dan voor de crisis. Hij verkoopt verschillende soorten groenten en fruit en ook eigen gemaakte appelsap. Eigen appels? Veel oudere mensen zijn een beetje bangig voor de supermarkt. Dat het daar druk is of dat er niet zo goed opgelet wordt. Kunnen ze hier in de vrije ruimte kunnen ze winkelen. Nu ook contactloos pinnen hier, dat is ook fijn natuurlijk. Of het geld in het potje doen als je nog met geld wil betalen. Dus ja, die varianten zijn er en dat vinden ze wel prettig. Nu de verkoop zo hard gaat, helpen de vrouwen en kinderen van Age graag mee. Ook zijn neef Koos Minima helpt mee in de verkoopstal. Ja, nou komt het even weer op aan. Het is een beetje nood, dus dan helpen we elkaar. Hij doet wat voor mij op het land en ik doe hier wat voor de verkoop. Ja, en de verkoop is zoals dat je 1,5 meter afstand moet houden. Hoe doen jullie dat dan? Ja, nou ja, mijn neef heeft hier lijnen gezet. En af en toe moet je even wat zeggen, want sommige mensen die denken dat, dat er niks aan de hand is. En dat is natuurlijk niet zo. Nee. En vorig jaar heb ik deze tafel in elkaar gezet. En ik zeg nou wel eens spottend, ik had een vooruitziende blik. Want als zij aan die kant staan en ik aan die kant, dan is er zeker 1,5 meter afstand. In de stal wordt er voor een deel eigen teelt verkocht en daarnaast teelt van verschillende buren. Bijna alles komt van boeren binnen 1 à 2 kilometer vanaf Howard. Koos vindt het dan ook erg belangrijk dat mensen bewust worden van waar hun eten vandaan komt. Dat mensen zien waar het eten vandaan komt. Dat wordt geproduceerd op plekken zoals deze. Laten we nadenken van, dat komt hier ook vandaan. Dat moet geplukt, dat moet verzorgd. En dan kunnen wij het pas krijgen. En ik hoop dat dat een beetje door gaat dringen. En denk dat de verkoop zo door blijft gaan. Ik verwacht niet zo druk als nu, want mocht het gewoon het leven terugkomen, dan weten we het toch allemaal wel. Je bent in de supermarkt, je neemt dit en dat even mee. Ik denk wel dat mensen ontdekken dat het hier ook heel lekker en goed is, wat ze meenemen, vers van het land. En het heeft ook wel zijn charmes. Dus ik denk wel dat het druk iets drukker blijft dan voorheen, maar niet de topdrukte van nu, dat verwacht ik niet meer.